De duisternis verdwijnt als het licht verschijnt. Duisternis is de afwezigheid van licht. Duisternis zelf is niets, het is leegte. Je kunt geen duisternis maken, want het is datgene wat overblijft als het licht weggaat. Je hebt licht en warmte en dat wordt minder en dan blijft grijsheid over. Vervolgens wordt de grijsheid, als het licht nog minder wordt, donker en koud. Bij ons in de straat stierf een man alleen. Hij betaalde zijn rekeningen niet meer en Vattenfall sloot het elektra en gas af. Zo is hij in de kou en in het donker alleen gestorven. Als er licht en warmte rondom deze man was geweest, had hij nog geleefd. Maar dat was niet het geval. En dus stopte alles. Alles komt openbaar. Alles wordt aan het licht gebracht. Een donkere kelder bijvoorbeeld, waar je aan het licht aandoet, laat meteen zien wat er in de kelder aan de hand is. Alles zal aan het licht komen. Nou, licht is ook energie die warmte geeft. Licht maakt ook de warmte van de liefde. Liefde is licht. Liefde is waarheid. Licht is waarheid. Maar de warmte van de liefde, dat is het belangrijkste. Je gaat niet dood van de duister, maar je gaat wel dood van de kou. Jouw leven is dus van de liefde, de warmte, afhankelijk. Je hebt dus liefde nodig en licht. Als het donker om je heen wordt, dan wordt het ook koud om je heen. En dat is gevaarlijk, dat is dodelijk. Hoe komt het dat het licht en de warmte om ons heen verkillen? Hoe komt dat? Hoe komt het dat we zeggen, het zijn slechte dagen? Hoe komt het? Je hoort het zeggen dat mensen, vroeger was alles beter, maar de dagen zijn slecht. Waar ligt dat aan? Hoe komt het dat we het idee hebben dat het donkerder wordt? Ellendiger. Nou, Jezus geeft hier duidelijk antwoord op. Hij zegt, de liefde verkilt omdat de wetsverachting toeneemt. Het wordt killer, kouder, donkerder, ellendiger, omdat we de wet verachten. Je zou kunnen zeggen, iedereen lapt de wet aan zijn laars. De wet, even nadenken, de wet. De wet verachten, what the heck. De wet, nou laten we beginnen met de grote wet, de 10 geboden, de 10 wetten. De 10 grootste wetten die er zijn, die trouwens ook grondslag zijn geweest voor de rechten van de mens. En eigenlijk de 10 geboden wereldwijd, een heel bekend iets. We zetten ze even op een rij. De eerste is, er is één God, Yahweh de schepper van hemel en aarde. Tweede, je moet geen andere goden dienen dan Yahweh. Dan zijn het afgoden. Je moet ook niet vloeken tegen God Yahweh. Houd de Sabbat. Eer je vader en moeder. Het zesde is niet doden. Het zevende niet scheiden. Het achtste niet stelen. Het negende niet liegen. En het tiende niet begeren. Dat zijn de 10 geboden. En de samenvatting van deze 10 geboden hebben Mozes en Jezus gegeven. En ze hebben gezegd, heb je naaste en God, Yahweh, lief als jezelf. Liefhebben is warmte maken en dat geeft leven. Ja, dat is ook een, als je samen gaat slapen, dan krijg je samen warm en dan krijg je nieuw leven. Nou, zijn wij dan zo wetteloos? Zijn we dan zo wetteloos, waardoor het zo koud en donker wordt en de duisternis toeneemt en het licht afneemt? Nou, ik neem gewoon die 10 wetten nog een keer. Gaan we eens kijken. De eerste van de 10 geboden zegt, er is één God, de schepper van de hemel. Nou, luister jij naar Radio Yahweh of heb je andere zenders aan die je beluistert? Ik ken echt weinig mensen die dagelijks de Bijbel lezen, die de schepper aanbidden en Jezus in alles precies navolgen. En die groep met mensen wordt steeds kleiner. En dus verkilt de liefde en neemt het duister toe. De tweede wet.
geen andere goden dienen, geen afgoden dienen. Nou, er zijn in ieder geval 4 afgoden die in deze tijd massief aanbeden worden. In de eerste plaats Mammon, die maakt mensen geldjunks. Moloch, dat gaat over het onderwerp pedofilie, Baal Peor, immoraliteit, kannibalisme, overspel, vrije seks, immoraliteit. Derde afgod, de eenheidskerk, genadeleer. Iedereen is altijd overal gered. Jezus redt, alle mensen opgelet. Altijd alleen maar wat je ook doet en hoe vaak je het ook doet, er is altijd wel weer genade. En dan heb je nog de afgod van het geweld. De leeuw die rondgaat. Oorlog, wapenhandel, space armies, drugsgeweld, machtsvertoon, bacteriologische oorlogvoering, you name it. We hebben ook nog een mix van verschillende afgoden, terwijl het verboden is om afgoden te dienen. Zoals bijvoorbeeld de Big Pharma die een virus patenteren. Ja. En vervolgens dat uitproberen op een groep van de bevolking en dan krijg je een uitbraak. En dan gaan ze daarna een tegenstof bedenken en dan maken ze daar een vaccinatieprogramma van. En dan gaan ze dat weer uitrollen wereldwijd om zodoende dat medicijn te kunnen verkopen wereldwijd. En oneindige winsten te maken. Al die andere voorgangers van de coronavirus, die hadden allemaal voordat ze uitbraken een patent. Ik vraag me af wie er nu het patent op de coronavirus heeft. Een cocktail van allemaal verschillende vormen van afgoden. He, Mammon die meespreekt met Big Pharma, immoraliteit en gewelddadigheid, want er gaan mensen aan dood. En de liefde verkilt en het duister neemt toe. Nou, niet vloeken, derde wet. Als je die wet niet houdt en als je die veracht, dan wordt het dat het donkerder wordt. De liefde verkilt. Niet vloeken. Als je bijvoorbeeld de evolutietheorie, als je daarmee instemt, dan is dat de schepper beledigen. Je vloekt hem. En de liefde verkilt. En het duister neemt toe. Hou de Sabbat. Als je de 7e dag van de rust afschaft, door de week te beginnen met de aanbidding van de zon, dag. Als je dat dan doet, dan krijg je dat het feit tot ze komt dat op die 7e dag, als je rust, ga je vrucht dragen. Jezus deed zijn genezingen op de Sabbat, bijna allemaal, een paar na, maar hoofdzakelijk. Dus krijg je geen vrucht en ongehoorzaamheid, terwijl we ons aan het handboek van de schepper, van de maker moeten houden. En weer verkilt de liefde, de duisternis neemt toe. Eer je vader en je moeder. Nou, de grootouders van nu zijn de hippies van de 60 jaren. Die zijn massaal aan het scheiden geslagen. En die hebben hun kapitaal uitgezet en die consumeren maar in het binnen- en buitenland, reizen tot oneindig. Maar daar maken ze wel mee dat hun kinderen toch bijna onmogelijk om 8 of 10 grootouders die rondreizen maar te eren met zorg, mantelzorg, aanleunwoningen. Je kan er gewoon niet meer aan beginnen. En daardoor kun je ook niet gehoor geven om je ouders te eren. En de liefde verkilt en de duisternis neemt toe. Niet doden. Abortus provocatus, euthanasie. Gewelddadige videogames waar je elke seconde een of ander vijand verplettert. En ook om ons heen zien we steeds meer messenstekerij. En dat neemt met de dag toe. Dat is doden. En de liefde verkilt. En het duister neemt toe. Niet scheiden. Nou, wat doen we? Gewoon wel scheiden. Geen trouw tot het einde. Nou, maar hou je dus overal getraumatiseerde mensen over. En eenzaamheid. En verstoorde kinderen. En een overbelaste woningmarkt. Eigenwijze mensen die als egoïst zichzelf zijn gaan dienen. En weer zie je de liefde verkillen door de wetsverachting. Niet stelen. De Illuminati, de multinationals, de adelde elite, die beroven de bevolking, die zuigen ze leeg. Stelen schaamteloos pensioenen. Verhogen belastingen op inkomen en artikelen en diensten. En de schulden stijgen maar. Ja, die koeien die worden leeggemolken totdat ze droog staan. Een slecht voorbeeld maakt dat de gewone man denkt, nou ja, ik ben hopeloos. Ik volg maar hun voorbeeld. En daarmee, helaas, zien we dat deze zonde steeds meer
neerslaat en uitgevoerd wordt. En weer wordt de wet veracht doordat mensen stelen en de liefde verkilt en het duister neemt toe. Niet liegen. Niet liegen. Het 9e gebod, gij zult niet liegen. Als je in een diep zwarte donkere kelder zit, na een tijdje als het donker om me heen is en je weet niet meer waar je kijken moet, dan ga je ook gewoon alles geloven. Maar waar je op voor moet opletten, is dat je niet gaat meedoen met het doorvertellen van leugens en fabels en fratsen en leugens. Geloof niet de leugenaars die zeggen dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden. En vertel het ook niet door. Geloof niet dat een vliegende marshmallow de Twin Towers heeft doorboord. En vertel het ook niet door. Geloof niet dat het weer altijd zo is geweest, dat het weer altijd zo was zoals het nu is. Vertel die onzin niet verder. Geloof niet dat we van apen afstammen en op de rug van een vliegende schildpad wonen. Vertel deze leugens niet verder. Geloof niet dat iedereen goed is en vertel dat ook niet verder. Geloof niet dat we al 45 jaar in vrede leven vanwege de EU. Vertel die leugens niet verder. Adam en Eva die luisterden niet naar de slang, de duivel. Ja, zo zeggen, maar dat deden ze wel. Ja. Sterker nog, ze vertellen het, ze luisteren naar de slang en ze vertellen het door ook. Dus Adam, Eva die luistert naar de slang en daarna vertelt ze het aan Adam. En Adam die luistert naar Eva en hij vertelt het door naar God de Vader. En zo blijft dat maar doorgaan. En de flauwekul, de leugens, de oneerlijke bullshit, die neemt maar, die gaat maar door. Die worden gewoon doorverteld. En Abba Vader, Yahweh heeft gezegd, je mag niet liegen. Je moet gewoon luisteren en nadenken en goed analyseren en geen onzin vertellen. De liefde verkilt en de duister neemt weer toe. Gij zult niet begeren. Nou, ze hebben op een gegeven moment 180 jaar geleden een paar multinationals bedacht dat ze bijvoorbeeld het kerstfeest gaan bedenken. Gewoon, Coca-Cola heeft er gewoon een hele mythe van gemaakt. En die zijn met elkaar begonnen. Nou is het kerstman gewoon een heel Coca-Cola feest geworden. Om meer omzet te maken. Plastic werd gemaakt in plaats van gebruiken van hennep om meer omzet te maken. Medicijnen werden bedacht, gewoon tot leven gebracht om meer omzet te maken. De begeerte om feesten te vieren om meer omzet te maken. Neem dan bijvoorbeeld Halloween, dat is gewoon helemaal, we begeren de spanning, we begeren het avontuur, we begeren de verkleedpartijen en we gaan ervoor om meer omzet te maken. Je begeert, je koopt, je bent een slaaf. Nou, zo is de wereldbevolking eigenlijk een soort consumptiejunk geworden. We consumeren de wereld helemaal leeg. Het is schaamteloos zoveel winkelen we. En dat maakt ons onze schuld aan de aarde en onze schuld aan het nageslacht enorm groot. We kunnen die staatsschulden helemaal nooit en nooit het er nimmer meer terugbetalen. We zijn dus een eeuwige schuldige vanwege onze begeerte. En het is verboden om te begeren. En we hebben dat gedaan en we hebben de begeerte gehonoreerd en we hebben geconsumeerd. En nou zijn we met de schulden blijven zitten. En de liefde wordt weer minder. En de duisternis neemt toe en de wet veracht. Dan is dus inderdaad de wetteloosheid groot en die wordt groter. De liefde verkilt en dan ga je dood. Ja, koud, kouder, donker, donkerder, dood. Nou, als je dan sterft, dan ga je een lange tijd slapen, ja, de zielenslaap. En op een gegeven moment word je wakker gemaakt door de engelen. Je verschijnt in een groot licht voor de witte troon. Iedereen wordt daar heel eerlijk beoordeeld. En heel in overeenstemming met je eigen wilbeslissing wordt daar besloten over het hiernamaals. Heb je de schepper God, Yahweh de Vader, lief gehad? Heb je Jezus in alles gevolgd? Heb je goede werken gedaan door je in te zetten voor de armen en de ellendigen? Ja, en dan vraagt de rechter op de witte troon. Nou, wat was tijdens zijn leven zijn antwoord hierop? Was het ja? Dan ben je hartelijk welkom in het eeuwige licht en liefde.
Kom en laat je verlichten en laat je verwarmen. De slaap is ten einde. Word wakker. Was het nee? Nou, dan word je de rechtszaal uitgeleid en in overeenstemming met je eigen keus gaat het licht uit je leven weg. En in een seconde, in een ademtocht, wordt het heel koud en heel donker. En al je cellen vallen uit elkaar en je bestaat niet meer, nooit meer. Einde verhaal. Nou, de huidige duisternis wordt steeds erger omdat de lichtdragers dimmen. De lichtdragers kunnen licht en warmte brengen, maar ze gedragen zich als glimwormen. En het is daarom tijd nu voor de revolutie van de liefde. Voor het licht en de warmte. Wij de Zebulon kustlandbewoners, we gaan nu ons best doen om Jezus zijn voorbeeld te volgen. Wij van Zebulon zijn als wilde heidenen, als wilde loten ingeënt in Israël. En wij gaan nu, van nu af aan, ons best doen om de liefde uit te delen en zijn warmte verder uit te stralen. Jezus geeft de Bijbel zoveel voorbeelden over hoe je dat doet. En dat moeten we weten, we moeten het bestuderen en dan moeten we in actie komen. Ik zeg je vervolgens, ik ga precies nadoen wat Jezus heeft gedaan en in zijn naam ga ik het nadoen. Het duister moet wijken voor het licht. Dat is een natuurwet. Het licht breekt door, weg duisternis. Nou, wij zijn het licht van de wereld. Wij gelovige volgelingen van de volgelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Wij het gelovige Israël. Zebulon, kustlandbewoners. Dat zijn wij. Wij zijn het licht van de wereld. Wandel in het licht, zegt Paulus. Dat was de opdracht die Jezus ons gaf. Een dak voor de daklozen. Eten voor de hongerigen, werk voor de werkelozen, hoop voor de hopelozen, huissamenkomsten voor iedere gelovige familie. De wetteloosheid, waardoor de liefde verkilt, gaan wij als Zebulon-gelovigen inruilen voor de omarming van de wet. De achtste dag van het feest van de toekomst, het Loofhuttenfeest, is de feestdag van het vieren van de wet. We zijn blij met de wet. David die zegt: Abba, Vader, uw woord is een lamp op mijn pad. Uw wet is een licht voor mijn voet. En uw wet heb ik altijd lief. We zijn niet langer wetteloos. Ik heb de wet van Jezus en van Abba, Vader, van harte lief. De wet is de Bijbel. Die wet heb ik lief. De wet is eeuwig. De wet houdt mij op de goede weg. Dus doe wat in de wet staat. En de duisternis wordt minder om je heen. De warmte neemt toe, de liefde neemt toe. Hou je aan de wet en de liefde wordt meer en het leven wordt meer en de vrucht wordt meer. Wij de kustlandbewoners van de stam Zebulon binden de strijd aan met de duisternis. Omdat Jezus ons als discipelen opdraagt, zoals in Matteüs 16 vers 18 staat, om de demonen in de onzichtbare wereld te binden en te ontbinden hier op aarde diegenen die gebonden zijn door drugs, door verdrukking, door ellende, door armoede. Ontbind de slaven en de verdrukten. Dat brengt licht en liefde. Tot de volgende keer. Shalom.